Welkom in Content Veen. Vandaag was ik lekker aan het genieten van mijn heerlijke vrije dag. Toen alles ineens spontaan begon te trillen. In de verte kon ik zien dat Frederik zijn dodelijke raket heeft gelanceerd. En dat hij nu onderweg is naar de ruimte. Ik hoorde dat als we geen 6000 likes halen op deze video, de raket heel Content Veen zou vernietigen. Met mijn zwaard in mijn handen ben ik snel naar het laboratorium gegaan om Frederik eens goed aan te pakken. Jongens en dames, we zijn hier in het Lappenland en zoals jullie zagen, de raket is opgestegen. Dus we gaan alles heel even skippen hier en we gaan snel doorlopen. Ik weet dat ik hier niet meer welkom ben, dat ik ben betrapt, maar ik heb mijn Robin Ripper uit de kast gepakt. Oh mijn god, ik wil zeggen wat is hier gebeurd, maar ik weet wat hier is gebeurd. Het begint ook te regenen. Die raket is opgestegen, de Kaboom 3000. Nee, oh mijn god, er is ook een control center volgens mij. Ja, lancering over 0000000 seconden. Hij is echt gelanceerd. Die Frederik heeft daadwerkelijk gewoon zijn Kaboom 3000 de lucht ingeschoten. Oh jongens, straks wilt hij hem op mij gaan schieten. Straks wilt hij mijn hele kasteel opblazen. Oh nee. Waar is Frederik? Ik kwam hier beneden helemaal voorbereid. Ik heb mijn Robin Ripper, gewoon mijn zwaard die ik nooit gebruik, uit de kast gepakt. Stel, ik kom hem tegen, dan ben ik gewoon. En ik het helemaal zat, dan ga ik die Frederik gewoon daadwerkelijk doodmaken. Maar waar is hij? Frederik, ik ga hier ook gewoon doorheen. Ik ga dit glas breken. Waar ben je? Hallo, Frederik. Waar is hij? Hij is hier gewoon niet. De lancering is gebeurd. De raket is verdwenen. Oh mijn god, die bomen. Nee. Nee, de bomen zijn helemaal kapot. Nee, ik zie het van hier al een beetje. Oh. Oh mijn god, zolang maar niet het hele bos is afgebrand daarboven. Maar waar is hij? Oh jongens, kom op. Voordat we verder gaan op de zoektocht naar Frederik, is weer een hele leuke gif heb ik voor jullie klaargezet. Dit betekent abonneren. Abonneer nou gewoon eventjes. Doe het nou. Als je abonneert en je reageert, ik ben geabonneerd. Dan ben je cool. We hebben bijna 160.000 abonnees. Frederik, jij schoft. Jij schoren. Waar ben je? Ben je bij Julian zijn rotplekje hier bij Julian zijn teletubineten hier beneden soms. De teletubineten. Hallo Julian, bevalt het om dood te zijn? Waar is hij? Ik ben gewoon ready om dit lab af te branden. Hier was ik natuurlijk al in de val gelokt, maar hier is niks. Waar is hij? Hij is gewoon weg. Ik zag die raket letterlijk net opstijgen. Dan moet hij hier nog beneden zijn. Ik was zo snel als de raket naar beneden gaan. Afval, dumpkamer met machine Inator 10. Hij lijkt wel doverswits tegenwoordig. Wat is dit? Het is de afval dumpkamer. Hè? Oh, oh nee. Wat een troep hier, ouwe. Wat is hij? Heeft hij hier allemaal weggegooid of zo? Huh? Het ligt letterlijk. Dit is gewoon letterlijk zijn troepkamer. Wat heeft hij hier allemaal achterge. Fred? Wacht even hoor. Fred? Huh? Fred! Oh mijn god, hij heeft een. Oh mijn god, Fred, wat doe jij hier? Fred! Waarom zit jij in de dumpkamer? Hallo, Fred! 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 Jongens, Fred wordt niet wakker. Wat, waarom? Dit is de dumpkamer met allemaal troepen. En wat doet Fred? Wacht, misschien staat hij uit. Ik weet niet, volgens mij staat er een knopje aan zijn achterkant. Hier, laten we in ieder geval even kijken. Ik zie alleen maar draad. Hier, dit hele lichte knopje. Dat hele lichte pixel zie je. Laten we hierop klikken. 1, 2. Fred! Fred! Fred, stop! Hallo, mijn naam is Fred. Fred, wat doe je in de dumpkamer? Waarom sta je hier? Waar is Frederik? Hallo, mijn naam is Fred. Ja, hallo, Fred. En ik ben uw persoonlijke robot. Dat heb ik ook hier gezien. Fred, ik waar is mijn meester? Fred, waar is je meester? Waar is Frederik? Gevaar. Wacht, gevaar. Je kan hier overheen springen. Ik haal het gevaar voor je weg. Hier, kom maar. Zo, het pad is vrijgemaakt. Ga maar. Ik plaats het ook wel weer terug. Hoeft het allemaal niet te hebben. Frederik, kom eens terug. Of in de Fred bedoel ik. Fred! Fred, waar is Frederik? Hallo, Frederik. Waar bent u? Hallo, hallo. Mijn naam is Fred. Ik weet dat je nou Fred is. Fred, waar is je baas? Waar is je meester? Wat is er gebeurd? Waarom is de raket opgestegen? Ik weet het. Hallo. U kent mijn naam al. Ja, jij heet Fred. Dat klopt. Kom eens mee, Fred. Volg mij eens. Misschien is Frederik hier. Oh, waarom stond Fred in de dump? Ah! Oeh, dat is mijn eerste keer dat dit gebeurt. Gevaar. Ja, ik weet het. Fred. De raket is opgestegen. Er is hier een groot control center. Wat weet jij hiervan? Dat klopt. Dat heb ik moeten doen. Daarna ging het lampje uit. Letterlijk en figuurlijk. Daarna ging jouw lampje uit. Ik weet dat mijn meester boos op mij was, want ik had veel te veel verteld. En toen heeft hij mij uitgezet. Oh, natuurlijk. Vorige keer, toen was jij in mijn troonzaal. En toen heb jij inderdaad je meester verklapt tegen mij. Je hebt hem verlinkt zelfs. Je hebt gewoon letterlijk verteld wat zijn plannen waren. Ja, ik ben Fred. Ja, jij bent Fred, ik weet het. Maar waar is Frederik? Wat is de raket? Wat is de Kaboom 3000? Vertel. Fred, wat is de Kaboom 3000? De Kaboom 3000 is een raket. Ja, en wat doet hij? Kaboom.
snap dat hij kapot doet. Maar waar is Frederik, weet je dat? In de raket. Oh, hij is mee. Hoezo mocht jij niet mee? De meester was boos op mij en hij heeft mij uitgezet. Oh, wat lullig. Maar is Frederik mee met... Die is gewoon mee met de raket, dat meen je. Oh, dus hier is verder niks meer op het moment. Jawel. Wat dan? Fred. Nou, oké, Fred, weet je, ik vind je leuk. Je baas heeft je achtergelaten. Hij is op zijn missie gegaan waar jij je levensdoel aan hebt gewerkt. Dat je vliegt. Dat klopt. Fred, weet je, nee, je meester komt niet terug. Hij is weggevlogen zonder jou. Ja, omdat ik op de knop moest drukken en de sleutel erin moest doen om te laten gaan. En dan heeft hij je uitgezet. Is hij weg. Ik wacht. Nee, Frederik, Fred bedoel ik... Fred, je mag met me mee en dan beloof ik je een vrij leven. Hoe vrij? Zo vrij als jij wilt. Oh nee, ik ben Fred. Oké, kom mee. Fred, je mag mee. Kom mee naar boven en dan mag je wonen in mijn dorp. Je mag jezelf wel een beetje bewijzen voor me. Maar ik beloof dat... Oh nee, ik ben je te lang geweest. Alles wordt weer groen. Oh, Fred, ik ben je te lang geweest. Gevaar. Oh, hoe kan dat, Fred? Wat is dit? Waarom word ik weer misselijk? Alles wordt weer groen, alles gaat draaien. Oh, Fred, kan je me weer naar boven sturen? Fred, stuur me alsjeblieft naar boven. Ik weet niet wat je vorige keer deed, maar stuur me naar boven. Net als de vorige keer. Ja, net als de vorige keer. Ik vertrouw je. Oké, tot ziens. Dankjewel, Fred. Kom je ook naar boven zo? Blijven staan. Ik blijf staan. Blijven staan. Blijven staan. Fred! Oh, mijn deze. Nee! Nee, niet weer. Althans, jawel, ik wilde het, maar... Oh, het is niet heel chill om te doen. Ik weet dat ik heel graag weg wilde, maar weer in mijn... Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Oh mijn god, Fred, hoe ben je zo snel gekomen? Hé, het gaat weer goed met me. Hallo, ik ben Fred. Ik weet dat jij Fred bent. Fred, kom mee. Kom uit... Nee, dit is mijn slaapkamer. Maar trouwens, wil je hier even slapen of zo? Heb je ooit wel eens in een bed gelegen? Nee, alleen in de oplader. Fred, ik wil je een beetje behandelen als een gelijke. Je mag in mijn koningsbed mag je gaan liggen een keertje. Fred, het mag. Doe maar. Het mag. Echt waar. Ga liggen. Probeer het eens uit. Zeker weten. Zeker weten. Hoe voelt dat? Plat. Plat. Oké. Kom mee. Kom mee. Ik ga je kamer geven. En dan mag jij vanaf nu gewoon daar logeren. Hierheen. Oké, Fred, welkom in het Content Veen Hotel. Hierheen. Fred. Hierheen. Hier hallo. Is het. Dit is Gerda. 2.0. Hallo. Mijn naam is X569. Dat vond ik niet aardig. Ik ben Fred. Fred, kom alsjeblieft hierheen. Ik ga je kamer geven in dit hotel. Je mag kamer 1 hebben. Kamer 4 had Frederik zelf van, maar die is nu al... maar ik wil je niet een beetje laten denken aan je oude meester. Je mag kamer 1 hebben, omdat jij nummer 1 bent. Bedankt. Weet je hoe een deur werkt? Wie is dat? Oh, dat is Maurits daar. Ik doe hem wel voor je open, hier. Zo, dit is je kamer. Dit is je eigen bed, Fred. Waar is het stopcontact? deze hier, dit knopje hier, die. Daar kan je in pluggen. Ga je opladen, of? Ja. Oké, moet ik je met rust laten? Lekker. Ik voel me fit. Prima, Fred. Weet je, neem even je tijd. Ik ga heel even iets regelen daar met Maurits. En dan ben ik zo terug, oké? Hij is uit. Hij is aan het opladen. Oké, jongens, nu hoort Fred me toch niet. Ik wil Fred een beetje inpalmen. Ik wil hem een beetje te vriend houden. Want dan wil ik door Fred meer te weten te komen over Frederik. Bijvoorbeeld, ik weet nu al dat die raket met Frederik de lucht in is. Dat had ik nooit geweten, anders dacht ik dat Frederik hier nog ergens was. Ik wil weten hoe ik Berend en Berendina kan redden. Ik heb zoveel vragen die ik uiteindelijk misschien uit Fred kan krijgen. Maar Fred is nu aan het opladen, dus laten we maar eventjes met rust. Dan gaan we even aan Maurits vragen hoe de progressie is met de bank hier. En daarna komen we terug bij Fred. Wow, zijn huis, hij heeft een dak erop. Wow. Oké, dag Maurits. Leuk, goed gesprek. Maurits gaat me zo meteen even de dingen laten zien, jongens. Zijn nieuwe XP uit, een XP farm of zo. Hallo Fred, in de... Ik wil met jou zijn. Bij jou wonen. Ik voer uw opdracht uit. Fred, rustig aan. En daarom ben ik hier. Ik heb uw geur gevolgd. Je hebt niet eens een neus. Ik heb er een neusje voor. Oké, Fred, rustig aan. Ik heb zometeen een afspraak met Maurits om zijn... XP farm even te zien. Maar ik heb voordat ik dat genoemd heb ik één vraag aan jou. Ja. Mag ik die vragen? Ja. Berend en Berendina, de twee zombie villagers die in jouw... Van Frederik.
Huh? Ja, twee projecten. Berendina, de villager. De twee projecten van Frederik. Dus ja, hij is ziek. Ja, dat bedoel ik. Hoe kan ik hun terugkrijgen? Hoe kan ik hun genezen? Gewoon, ik neem gewoon een golden apple mee. We gaan nu naar beneden en we gooien er van die potions op. Weet je, potion of weakness en dan golden apple en bam. Ze zijn terug. Kan dat? Nee. Oh mijn god, natuurlijk kan dat niet. Frederik heeft vast wel iets anders op bedacht. Ja, in mijn recept heb ik opgeslagen in mijn hoofd. Oh, er is een recept. Oké, als jij die mij kan geven, dan ga ik dat regelen, zou ik zeggen. En dan kom ik daarna terug en dan gaan we ze genezen, toch? Ja, meneer. Ja? Ik hoor een onmiskenbaar geluid van een zoemend iets. En dat is? Dat stoort mijn hoofd. Wat is dat? Waar is dat? Wat? Waar is dat? Waar is wat? Ik hoor niks. Wat hoor je? Dreiging gevonden. Oh nee. Je gaat Arie met rust laten. Arie is vrolijk. Er is niks mis met Arie. Arie laat je met rust, oké? Markeer Arie als vriendelijk doelwit. Hallo, beetje. Maar wat is het recept? Ik ga het projecteren. Oké, projecteer jij het maar. 1 glasbottel. Oké. 1 bot. 1 bot. 1 konijnenvoet. 1 konijnenvoet. 1 rode paddenstoel. 1 rode paddenstoel. 1 slijmbal. 1 slijmbal. 1 vieze potato. 1 vieze potato. 1 keer redstone. 1 keer redstone. 1 keer een glas met honing. 1 keer een glas met honing. En 1 keer een piston. En dat is het. Dat is het geheime recept. En dat moet ik halen? Jij hebt het letterlijk nu bij je. Nee. Oh. Ik ben Fred. Oké, weet je? Kan je dat lijstje nog 1 keer op papier voor me zetten? In een boekje. En dan ga ik het halen voor je, oké? Ik kan niet schrijven. Oké, wacht. Ik schrijf het wel op. Komt goed, ik ga het halen. Ga jij maar op avontuur door het dorp. Voel je thuis. Alle dieren die je ziet, die zijn vriendelijk. Alles is prima en dan zie ik je zo. Oké. Dag Fred. Dag meneer. Maurits, waar ben je? Hallo, hier. Hallo, ik was net met Fred. Ik heb een lijstje gekregen van, nu heb ik even opgeborgen en zo. Maar dat is allemaal niet jouw probleem. Hey, jij zei dat je een XP farm had. Ja, dat klopt. Laat die eens zien aan mij. Ik heb namelijk... Ja? Zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen heb je erin gestopt. Ik ben namelijk wel, noem je het, ik heb wel een XP farm nodig. Want ja, XP dat heb ik niet veel. Dus het kan wel fijn van pas komen als ik misschien kan betalen ervoor en dan mag gebruiken en zo, weet je. Maar in ieder geval, laat zien. Okay, laat zien waar die is. Het is in de end, zei je. Ja, zeker. De deal sluiten we nog wel, maar we kunnen via de Nether er naartoe. Dus. Oké, via de Nether, maar we moeten naar de End City eerst. Daar ben ik ook al lang niet meer geweest. Vreselijke plek is het al om naar de End te gaan, maar... Ik haat de Nether ook. Dus. De Nether iets minder, maar de End is vooral gewoon echt heel vervelend. Hey, dit is ook allemaal aangepast hier. Is dit het? Moet ik hier naar beneden? Ik vertrouw het niet. Ja, die moet ik naar beneden, hè? Ja, ik doe het wel, kom maar. Oké, ik wil zeggen, ga jij eerst en dan zie ik het zelf wel. Wauw. Wow, waar gaat het helemaal heen? Ja, het gaat echt helemaal ver weg. Wow. Hij is echt heel super simpel. Oh het mijn god. Ziet er niet uit, maar... Nee, maar dat maakt niet uit, want hier komen we toch niet veel. Maar het is wel handig om te hebben. Je bent helemaal paars bij mijn Mercedes, die is helemaal gebukt. Oh, nu ben je weer blauw. Ja, dat komt door de end. Wow, wat is dit? Huh? Ja. Hoe kunnen dat zoveel zijn? Oh mijn god, wat een herrie. Mag ik slaan? Ja, tuurlijk. Hoeveel XP krijg je van? Dat wil ik zien. 1, 2, 3, 4. Oh my days, wat gebeurt er? Oh, wat is dit satisfying om te doen? Jezus. Ze gaan alleen niet dood. Ze zijn sterk. Sterk. Oh mijn god, dit werkt goed. Je moet heel veel slaan. Oh mijn god, alles is helemaal gerepareerd. Ik krijg ook zoveel enderpearls. Wat heb ik aan al die enderpearls? Ik denk dat ik weg moet gooien. Oh my days, maar ik ben al level 10. Oh my days, wat goed dit. Hoe heb je dit in elkaar gezet? Het is echt heel simpel. Ah nee, het is super moeilijk. Het is echt Oh ja. Nee, het is best wel simpel. Nee, het is dat het bij de void is. Oh mijn god, maakt dat wel echt een herrie. En ik heb echt heel veel enderpearls. Ik ga weglopen. Ik heb 12 XP, alles is gerepareerd. Jezus, wat maakt het een herrie. Ja, het is. Ik merk alleen nu wel omdat je flame of hoe heet dat, fire aspect op je zwaard hebt. Dat er heel veel endermen nog wel gaan. Dus dan zou ik met mijn axe bewijzen van, zou ik dit moeten doen? Dan zou het. Ja, maar dan heb ik geen. Oh. Sweeping him. Ja, ik denk dat ik even een zwaard voor hier zou maken. Gewoon een enderman zwaard. Ja. Die alles vindt. Jezus, dit gaat snel, hé. Wow. Wat bizar. Kijk, en ik heb ook nog als je al die enderpearls even kwijt wil. Ja? Dat ze weggaan, heb ik hier 2 pistons. Ja? Oh, dan vallen ze allemaal naar beneden. Vallen ze allemaal naar beneden.
Oh, wacht, kan ik deze enderpuls ook droppen? Dit is... Oh, laat maar. Ja. Lijp hoor. Echt heel leuk in elkaar gezet. En handig vooral. Hey, het ziet er echt goed uit. Deze ga ik wel gebruiken als het mag. Moet ik betalen of moet ik betalen? Ik wil ervoor betalen. Ik ga het niet gratis gebruiken. Ja, nou, maar jij bent wel de koning, hè? Ja, dat klopt, maar dat maakt niet uit. Oké, ik hoop dat deze enderpul goed gaat. Oh, nee. Oh, nee, doe het ja, nou nee, het komt goed. Ja. Nee, ik wil ervoor betalen. Ik wil wel een eerlijke koning zijn die betaalt voor alles wat ik hier doe. Dat is ook nieuw. Ja, hoezo? Dat is ook nieuw. Ja, nou, meestal is een koning niet zo. Nee, maar ik ben een goede koning. Ik ben een hele speciale koning. Zeg maar, hoeveel moet ik betalen? Het kan natuurlijk een maandelijkse subscription of... ja, of een eenmalige keer natuurlijk. Dat is dan, ja, dat is... Weet je? Denk er maar even over na en laat maar een boekje achter in mijn kasteel, in mijn troonzaal en met waar ik ook moet betalen, oké? Okay? Ja, nee, dat gaat helemaal goed. Waar word ik... Waar ben ik? Waarom span ik bij Kingdom Forden helemaal? Dit is wel een hele gekke plek om te spannen. Maar gelukkig heb ik nog 4 vuurwerkjes bij me en heel veel enderpuls. Alright jongens, hartstikke handig die XP farm van Maurits. Ik ben benieuwd wat voor prijs ik ervoor moet betalen. Laat ik in ieder geval dit even weghalen. Dit had ik van Floor gekregen, zo. En dan even wat dingen weer in mijn ender chest plaatsen. Dat zijn namelijk mijn Robin Ripper. Die heb ik helemaal niet nodig gehad. Zo, en dan nu nog wil ik nog één dingetje doen. En dan ga ik de video nog niet afsluiten hoor. Geen zorgen, nee. Want ik wil ook nog wat dingen gaan bouwen, deze video. Maar het is inmiddels al 12 uur, jongens. Oftewel, ik wil lekker naar bed en dan wil ik morgen verder gaan met deze video. Maar eerst wil ik even deze 2 turtle eggs wil ik plaatsen. Laat ik zeggen, hier 1 en zo. Dat zijn er 2. Ik hoop dat ik daar dan... Krijg je daar? Nee, dan krijg je volgens mij ook 2 van die turtles uit. In ieder geval, hartstikke leuk staan ze hier. Nu is het tijd om voor mij om lekker naar bed te gaan. Niet in game, maar in het echt. En dan kom ik morgen terug en dan hoop ik dat deze zijn uitgekomen en dat hier turtles zwemmen. Zo niet, ja, helaas, maar zo wel, dat is leuk. Dus jongens, slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen. Hey, we zijn er weer. En een dag verder. Maar helaas zijn onze schildpadjes hier nog niet uitgekomen. En dat is logisch, want er is niemand online geweest vannacht. En als er niemand online is, is er niemand om voor onze schildpadjes te zorgen. Oftewel, ze zijn nog niet uit. Nu moeten we even geduld hebben, even wachten, even andere dingen doen in de tussentijd. En wie weet, deze aflevering komen ze misschien nog wel uit. Ik zou dat zo leuk vinden. Alright jongens, de arena is zoals jullie zien van binnen dit randje nog helemaal niet af. Maar eigenlijk is hij van buiten ook nog niet af. Als je zo kijkt, er mist nog een soort, ja, dakachtig idee. Ik wil niet echt een volledig dicht dak eroverheen maken, natuurlijk. Maar ik wil wel even een soort doek eroverheen maken van wol. Ik denk dat ik eens, ja, een soort gekleurd doek eroverheen wil maken. Ik weet niet hoe ik het anders wil noemen. Ik probeer er een betere uitleg voor te geven. Maar die is het niet, denk ik. En wat ik ook nog wil doen is misschien dit pad hier. Maar ik denk dat ik dat volgende aflevering maar eens ga doen. Laat ik in ieder geval een beginnetje gaan maken aan dat prachtige doek wat ik hier overheen wil gooien. In 3, 2, 1... Deze leuke timelapse. En jongens, wat ben ik tevreden met het resultaat. Het doek was nog even echt een gedoe om dat te maken. Vooral omdat hij aan de binnenkant een stuk lager is dan aan de bovenkant. Nu heb je een soort van steldoek dat naar beneden loopt. En dat ziet er toch leuk uit? Toen ik het maken was, dacht ik van... Oh, dit gaat echt niet lukken. Oh, dit gaat helemaal fout. Maar nee, het is goed gegaan. Ik ben er hartstikke blij mee. De zitplekjes zijn wat uitgebreid met wat extra dingetjes hier. Dit ziet er eindelijk een keer goed uit, de binnenkant gewoon. Dus netjes afgewerkt. Waardoor het er gewoon goed uitziet. Je kan nog steeds naar buiten lopen. Misschien dat ik hier eigenlijk nu armor stands moet maken als een soort standbeeldjes, weet je. Maar... Boeien. Maar oh, wat ben ik tevreden hiermee. Wat een goed resultaat. Dan hoop ik alleen niet dat Frederik nu met de Kaboom 3000 daar ergens boven in de lucht mij aan gaat vallen. Ofwel, ik weet niet, is het een satelliet?
Is het een raket die gewoon naar beneden gaat schieten? Laat even in de reacties weten, jongens, wat jij denkt dat de Kaboom 3000 gaat doen. En misschien moet ik wel naar Fred toe lopen. En Fred zegt, hey Fred, hoe kan ik de Kaboom 3000 uitschakelen? Moet ik erheen vliegen met Mylytra? Waar is hij ongeveer? Wat zijn de plannen van Frederik? Van, gaat hij landen? Weet ik wat allemaal. Er zijn zoveel vragen die ik heb over dat ding. Maar eventjes alle gekke dingen aan de kant schuiven. En even genieten van mijn lekkere grote arena hier. Nu moeten we nog een keer echt een goede battle gaan houden erin. Oh ja, en ik heb trouwens dit gedaan hier, jongens. Zoals jullie afvragen, hoe kom je dan eigenlijk in de arena naar beneden? Nou, ik heb hier, dat moet nog een pad gemaakt worden. Maar hier aan de zijkant heb ik een ingangetje gemaakt. Zo, perfect in het midden. En dan loop je rechtstreeks zo, hoppakee, hierin. Dan kom je hieruit. Heel veel mensen reageerden met, maak net zoals bij het Colosseum van die lijpe gangen eronder en zo. Maar ik ga over een maandje naar Rome. En dan ga ik even het Colosseum bekijken, jongens. Dan ben ik daar in het echt. En dan ga ik even naar het Colosseum kijken. En ik weet dat je volgens mij niet daaronder mag komen of kan kijken. Misschien ook weer wel. Maar dan kan ik al helemaal lijp gaan kijken hoe dat in elkaar zat vroeger. En misschien lezen erover en plaatjes zien en weet ik wat allemaal. En wie weet ga ik dat dan doen. Maar tot die tijd zijn er nog te veel klusjes die ik moet doen. En ze zijn nog steeds niet uitgekomen. Ik denk dat ik iets verkeerd doe. Doe ik iets verkeerd, jongens? Moet er nog eentje bij? Moeten ze los van elkaar staan? Wat doe ik verkeerd? Reageer even in de reacties gelijk naar de vorige reactie. Hoe doe ik dit? Hoe verhelp ik dit? Hoe zorg ik dat ze groeien? Ik weet dat ik niet op ze moet gaan springen, want dan krakken zijn ze kapot. Meneer Geel, mevrouw Geel, wat is het? Nee, mevrouw Roze, waar is meneer Geel? Waar is meneer Geel? Nee. Waar is meneer Geel? Nee. Meneer Geel, waar ben je? Mevrouw Roze, wat heb je met meneer Geel gedaan? Heeft iemand meneer Geel gepakt? Nee, waar is hij? Heb jij dit gedaan, geit? Nee toch? Waar is meneer Geel? Hij is vermist. Meneer Geel is vermist. Nee, wat zielig. Oh, dit vind ik zielig voor mevrouw Roze hier. Dat het diertje vermist is. Oh, nee. Man. Free, dit is wel even een like waard. Misschien is hij ergens gewoon naartoe gevlucht naar een ander watertje of zo. Of weet ik veel wat. Of heeft Floor hem gekidnapt en hier naartoe gebracht of zo. Nee. Misschien heeft iemand er. Misschien weet iemand meer. Ik denk dat Floor misschien wel iets meer weet erover. Misschien dat hij toch hier zit, verstopt. Hier zit een schildpad. Nog een schildpad. Maar ik zie niet meneer Geel. Meneer Geel, waar ben je? En ik ben het lijstje vergeten van die Fred aan mij gaf. Althans, die kan ik wel in de video terugkijken. Maar ik ben vergeten wat ik allemaal moest halen. Dus ik denk dat ik dat dan lekker in de volgende aflevering doe. Want wie weet kunnen we dan ook gelijk Berend en Berendina gaan redden, jongens. Die zijn nog steeds zombies. Binnenkort moet ik ook weer even verder aan de slag in mijn kasteel. Want ik heb nog een lege kamer zoals hier. Oh, hier zit trouwens nog allemaal steen in. Maar ik heb nog genoeg lege kamers die opgevuld moeten worden, jongens. Dat kan niet zo achtergelaten worden. En het is binnenkort ook tijd om onze villager Bertha hier, onze heks... Bertha de heks. Die moet een keer een nieuwe plek krijgen. Hetzelfde voor Bonky. Bonky heeft ook al zo lang deze plek hier. Maar terwijl deze kamer ook gewoon nog leeg is, moet ik ook ooit nog een keer iets mee doen. Bonky, jij krijgt binnenkort ook een nieuwe kamer. Oh, dankjewel. Maar voor nu, jongens, ga ik deze video toch afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik namelijk wel. Heel veel vragen, heel veel nieuwe dingen. Fred, die is nu aan mijn kant, staat hij. Omdat hij achter is gelaten door Frederik. Allemaal gedoe. Allemaal midlife crisis. Onzin. Maar voor nu. Moet jij even lekker het vorige content vinden. Deel kijken, want dit is namelijk een heel leuk deel. Hier is Fred geïntroduceerd en weet ik wat allemaal. Kijk hem even als je het gemist hebt. Ben je helemaal up-to-date. En dan, spreek je later glaasje water. Tel tot 4, flesje bier, tot de volgende keer.